En als je zo om me heen kijkt, heb je misschien wel een idee waar de volgende vlog over gaat. Over het diertje dat deze hopen veroorzaakt. De mol. En de mol, dat is, vinden veel mensen een vervelend dier. Want ja, je hele gezond wordt er erom geploegd. Maar als ik eerlijk ben, vind ik het eigenlijk een fantastisch beestje. Het is maar 15 centimeter groot. En toch weet hij dit soort grote hopen te creëren, omdat hij ontzettend gespierd is. En dat graven van die gangen, waardoor hij zo gespierd is geraakt, dat doet hij met zijn voorpoten. En die voorpoten, dat zijn echte kolenschoppen. Die staan ook een beetje zo haaks van zijn lijf, grote nagels eraan. En daarmee graaft hij onder de grond een heel gangenstelsel. En ja, die aarde die moet hij kwijt en dat uitzicht in die molshopen. Die molshopen die ontstaan natuurlijk door het graven, maar daarnaast hebben ze nog een ongelooflijk belangrijke functie. Want met dank aan die molshopen heeft de mol zuurstof in zijn kamers en in zijn gangen. Want in die hopen zitten allemaal kleine gaatjes waardoor de lucht de gangen in kan. En zeker als het veel heeft geregend, zie je nog meer molshopen dan normaal. Je moet je voorstellen dat de kamers en de gangen van de mol dan heel erg nat zijn door de regen. En door meer van die molshopen te hebben, heeft hij dus meer een soort van ventilatiesysteem. Meer plekken waarop lucht naar binnen kan en zijn zijn kamers dus weer veel sneller droog. Slim systeem, hè? Het lievelingseten van de mol, dat is de regenworm. En de regenworm die kruipt net onder het oppervlakte. En daarom heeft de mol, om de regenworm te kunnen vangen, allemaal ritten aangelegd. Dat zijn allemaal gangen, net onder het oppervlakte. En met een beetje geluk kruipt zo'n regenworm net boven zo'n rit. En als je dan een beetje voelt, ook kan je ook gewoon in je tuin. Kijk, dan voel je hier al dat er een holte onder zit. Dan kan je open trekken. Dan kan je ook gewoon thuis proberen. En dan zie je hier een gangenstelsel. En die mol die patrouilleert dus door dat gangenstelsel in de hoop dat die regenworm hierin valt. Als dat zo is, bijt de mol de kop van de worm eraf, brengt hem naar de voorraadkamer. En op het moment dat hij honger heeft, gaat hij naar de voorraadkamer. En dan heeft hij daar nog een heerlijke verse regenworm liggen om op te eten. Ingenieus systeem, hè? Dus zolang je je gazon niet hoeft te maaien, is die mol eigenlijk een ontzettend leuk beestje. Tot volgende week!